Allereerst ga ik u helpen kennismaken met het fenomeen sprekerspijn. De eerstvolgende keer dat jullie ergens moeten gaan praten. Je neemt het woord in een vergadering. Laten we een presentatie pakken. Dus we zitten redelijk hoog in de beïnvloedingsfasering. Jij moet iets vertellen en er zitten een aantal mensen die daar moeten zijn voor jouw verhaal. Stel, je hebt een uur. Ja? Ik ken mensen die het voor elkaar krijgen om in zo'n uur 30, 40 sheets te laten zien. In een uur, 30, 40 sheets. Jullie weten hoe dat gaat. En als je een presentatie hebt, dan kijk je meestal eerst rechtsonder. Dan zie je zo'n cijfer met een schuine streep en een nog groter cijfer. Oh mijn god, waar gaat die lang duren? Ja? 30, 40 sheets. Een uur. Na die presentatie sta ik bij de deurknop. En dan stel ik twee vragen. Allereerst duw ik mensen die in jouw zaal hebben gezeten de microfoon onder de neus zeggen: hoe vond je het? Het antwoord op die vraag, wat je dan terugkrijgt, is een emotie. Goh, ik heb gelachen. Goh, ik was onder de indruk. Ik ben eigenlijk een beetje geschrokken. Ja? Mensen laten dan hun gevoel even zien, de melodie. Dan zeg ik van, nou, fijn dat je ervan genoten hebt, maar waar ging het over? Nou, dan krijg je door de meet genomen 4, 5 zinnetjes tekst. Het ging over projectmanagement. Ik heb ontdekt dat wij een aantal dingen verkeerd hebben gedaan en we wisten het eigenlijk wel. En dat verhaal van Unilever, dat was gaaf. Een minuut na jouw betoog sta ik bij de deurknop. Je hebt 30, 40 sheets eruit gewerkt. En je bent gereduceerd tot 4, 5 zinnetjes. Dat is sprekerspijn. En dan weet ik wel dat als ik de persoon zou interviewen en ik zou mijn uur apart pakken en praat nog eens, dat ik er misschien 2 A4'tjes tekst uit krijg. Maar dat is die minuut daarna. Een week later ben jij die man, ja, we hebben het toen over Unilever gehad. Dat was wel gaaf, waar zaten we toen toch? Dus een week later. En daarna ben je verdwenen of hoor je bij een van die twee, ja, hoogstwaarschijnlijk de slechte. En dat heeft dus niks te maken met in hoeverre hoe goed jij praat of de kwaliteit van je kennis. Dit heeft te maken met fysiologische grenzen. Mensen kunnen maar 5 plus of min 2 dingen tegelijk onthouden.